Hartelijk welkom en dit is een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Tiel aan tafel. Aangeschoven aan tafel is Herman Jonkmans van de stichting Servicepunt Thuiswonen. Dat klopt. Afgelopen zaterdag was het 30 september, de dag van de ouderen. En dat was voor u een mooie dag. Ja, dat was een superdag. Echt 145 ouderen in restaurant De Beekduw in Tiel. Echt een fantastische dag geweest met lekker eten, muziek, dansen. En echt een geweldige organisatie. Door vrijwilligers opgezet, onder leiding van Yvonne Sonstolk. Heeft dat echt fantastisch gedaan. Dus iedereen heeft daar genoten, denk ik. En dit gaan we volgend jaar weer doen. Mm-hmm. We hebben net de zomerschool afgesloten, hè, met 35 workshops. Waar ook heel veel ouderen naar meegedaan hebben. Nou, nu de dag van de ouderen was echt het slagroomtoefje op de taart. Hoogtepunt van het jaar. Maar ja, het jaar is nog niet om, hè? Nee. Want jullie zijn bezig met een mobiliteitsplan. Ja, nou ja, dat is automobiel. Hè. Dat loopt al 3 jaar, hoor. Mm-hmm. Is door de wethouder geopend. En dat groeit en groeit. Dus wij doen nu zo'n 300 ritten per maand. Zo. En mensen kunnen voor een klein bedragje lid worden. En mogen dan onbeperkt ritten aanvragen. En dan koppelen wij dat met vrijwilligers die met een eigen auto ritten willen maken. Mm-hmm. En krijgen daar ook een vergoeding voor. Mm-hmm. Dus ze hoeven niet voor niks te rijden. En ja, dat kan naar het ziekenhuis zijn of naar een huisarts. Maar het mag ook gewoon naar je zus of een dagje naar het strand. Hè? Mensen die echt familie in Zwolle hebben wonen en daar nooit meer komen. Ja, dus ja, ook dat, echte leuke dingen. Ja, ontstaat ook wel banden uit. Hè? Mensen die iedere week met dezelfde chauffeur boodschappen willen doen. Mm-hmm. Dus dat is een succes. Dat loopt nu ook in Buren en Renen. Dus okay. Dat willen we eigenlijk groter maken. En wie weet, over heel Nederland uitrollen. Ja. Ja, we werken met een belteam in Tiel. Dat zijn 40 vrijwilligers die van 9 tot 9 op werkdagen de telefoon opnemen. En we hebben een gratis telefoonnummer, 088-700-4100. En ja, daar kunnen mensen onbeperkt ritten aanvragen. Heel mooi. Ja. Want een heleboel vrijwilligers, voor de mensen die het niet weten thuis. Jullie stichting zit op welke plaats? De stichting zit in Tiel. En dat zei ik, hè. We willen eigenlijk over heel Rivierenland onze diensten aanbieden. We beantwoorden vragen, zoals je vroeger de Gouden Gids had. Kan je nu ons nummer bellen, krijg je levend mensen aan de telefoon. Hè? Want heel veel diensten zijn alleen nog via internet bereikbaar. Als je je rijbewijs wil verlengen, moet je via internet een afspraak maken. Mm-hmm. Nou, dat is onhandig, maar wij doen dat vaak ook voor mensen. Ja, maar u zit in het gebouw van de eerste lijnszorg? Ja, het eerste lijnscentrum aan de Dodewaardlaan. Mm-hmm. Bij de huisartsen hebben we op beide ingangen een balie. En daar zitten we van 9 tot 5. Aha, dus ook de huisartsen. Dus mogen mensen ook gewoon heen gaan en ons aanspreken. En de huisarts verwijst ons ook vaak mensen. Ja. Oké, okay. Ja. Heel veel vragen zijn niet zo medisch gerelateerd. Hè? Mensen liggen wakker van een brief van de Belastingdienst. En dan, weet je, dan is het vaak makkelijk oplosbaar door die brief te behandelen. Mm-hmm. Dan hoef je geen slaapmiddelen. Want eigenlijk beantwoorden jullie een vraag van iets wat blijft liggen. Want ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Ja. Of moeten, maar hè, dat is de bedoeling ook, van de hè? Overheid. Ja, ja en jullie beantwoorden een vraag die ontstaan is daaruit. Ja. Ja, kijk, als je in een instelling woont, dan wordt alles voor je verzorgd. Maar als je langer thuis woont, dan hebben we wel goed de thuiszorg en de medische zorg geregeld. Maar ja, dan moet er ook van alles nog gebeuren. Je koelkast moet werken, je post moet gedaan worden, je financiën moeten rond. Nou, daar proberen we een soort buddy in te zijn. Ja. En mensen te helpen en te verwijzen ook. Ja, een stukje sociale controle ook. En de leuke dingen van het leven nog kunnen doen voor mensen die alleen zijn. Ja, mensen die alleen. Of ook wel gewoon ouderen stellen. Ja. Of vaak ook wel kinderen die bellen voor vragen. Van hoe moet ik dit doen? Mm-hmm. Dus het voorziet echt in een behoefte. Ja, mooi. Maar daarnaast hebben jullie, ik vond het een mooie term, de Betuwse buddies. Betuwse bikkels. Betuwse bikkels, ja. Ja, dat is ook nieuw, dus je mag je verspreken, hoor. Vanaf de winter gaan we starten met Betuwse bikkels. En dat wordt een voetbalcompetitie, dus het is voor mannen. 50-plussers. En we gaan een competitie walking voetbal doen. Dat wordt op heel veel plekken in Nederland al gedaan. Dus dan ontstaan er meerdere teams die ook tegen elkaar gaan spelen. Wordt een hele competitie met een kampioenschap. En walking voetbal is een elftal van 6 man. Dus 6 tegen 6 op een klein veld. En dan mag je niet rennen.
De bal mag niet hoger dan heuphoogte komen. Er is geen keeper. Maar het is toch heel spannend. Ja. En super gezond. En nou ja, mannen die altijd gevoetbald hebben, maar dat niet meer kunnen, kunnen dit vaak wel. We bleven ook de sfeer weer, hè, want het is gewoon bij de voetbalverenigingen in Tiel gaan we doen. En met medewerking van de voetbalverenigingen natuurlijk. Maar ook natuurlijk het biertje in afloop en de gezelligheid, de kleedkamer, ja, lol. En een hele bijzondere begeleider, heb ik begrepen. Een bijzondere coach. Ja, nou ja, naast walking voetbal zijn er ook workshops als het gaat om goede voeding. Als het gaat om slapen, ontspannen. En dat gaat Pons Jansen doen. En dat is een bekende coach van Nederlands elftal. Ja, de ouderen zullen dat zeker herkennen. Ja, maar hij is ook goed. Ja, helemaal mooi, helemaal mooi. Nou, misschien nu alleen nog voor mannen. Ook in het damesvoetbal ja, komen we lopen de dames. Achter, hè? We lopen achter. Ja, maar goed, dat gaat ook zeker dan gebeuren in de toekomst waarschijnlijk. Ja. Ja. Heeft u nog dingen die u niet heeft kunnen vertellen vanavond? Nou ja, een oproep aan mensen die een eigen auto hebben en graag een ritje willen doen met een ander. Voor 30 cent per kilometer vergoeding. Want we hebben best wel chauffeurs nodig. En mensen die mee willen doen in het belteam. En ook achter de balie zitten bij het eerste lijncentrum. We hebben echt wel vrijwilligers nodig. Dus vrijwilligers, welkom. En dan is het nu tijd voor onze kritische vrienden. Ja, kritisch, kritisch. Tussen haakjes, hè? Ja, laten we het daar maar bij houden. Ja. Maar wat vind je van het fruitcorso? Want dat is het onderwerp van vanavond. Nou, het fruitcorso, ik vind het eigenlijk een heel... het is hartstikke leuk, maar het is een behoorlijk achterhaald verhaal. Hmm. En waarom vind je dat? Nou, laten we zo zeggen van... dit zijn activiteiten van als je dus een aantal praalwagens door het dorp laat rijden... En, je hebt het over Tiel, hè? Dok. Ja, daar heb ik het over Tiel. Ja, nee, laat dat duidelijk zijn. Ja. Nee, en er gebeurt al jaren gebeuren daar gewoon geen vernieuwende dingen. Dat is de dood in de pot. Dus je zult rond zo'n evenement zul je wat andere dingen moeten organiseren om het leven te houden. Ik heb even een kritische vraag aan jou. Sorry dat ik je onderbreek. Ja, het zijn kritische vrienden. Hoe vaak ben je bij het Corso geweest om te kijken? Ik kom daar niet. Hoe kun je daar dan over oordelen? Laat me zo zeggen, van als ik dus... Vanuit de krant? Ik kijk TV Tiel, kijk ik dan, en de rapportages. En dan heb ik gewoon genoeg gezien. Ja, oké. Okay. Maar goed, dan gaat het om de uitvoering. Maar het sociale aspect ik kan me heel goed voorstellen dat een aantal mensen gewoon een aantal maanden lang aan het knutselen zijn met praalwagens. En dan op een bepaald moment hun ding doen. Nou, prachtig. Dat sociale element, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het is vooral, blijven doen. Dat is ook iets wat de regio nodig heeft. Niet alleen dat. Kijk, want het is gewoon zo van, we hebben natuurlijk ook andere zaken zoals een appelpop. Grote festivals, Woestuk aan de Waal. Maar wel een totaal andere doelgroep natuurlijk. Ja, nee, een andere doelgroep. Maar daarom zeg ik van ik denk dat het fruitcorso toch wat meer is voor de wat oudere doelgroep. En prima. Gezinnen, families. En gezinnen. Ja, maar dat gegroeid, Jan, hè? Ja, nee, maar dat klopt. Kijk, ik bedoel, als volgend jaar een praalwagen rijdt met Amir van Buren erop, dan moet jij eens kijken hoeveel jeugd dat er is. Nou, maar dan moet je kijken, dit is een fantastisch idee. Waarom kom jij er niet mee? Nou, bij deze. Ja, nee, maar kijk, dat bedoel ik gewoon van, zorg er ook voor dat er voor de nieuwe doelgroep, dat daar gewoon ook iets gebeurt. Dan kun je het levend houden, dan hou je dat sociale element erin, maar je legt ook die link naar andere evenementen. Maar wat vind jij ervan, Astrid? Jij bent er heel erg betrokken geweest, hè? Ja, of volgens mij nog wel eens Oogstvee geweest, of niet? Ja, ook nog heel lang geleden. En dat was eigenlijk heel lang. Oogstvee? Ja. Wat moet ik daarvoor voorstellen? Ja, dat waren twee hele nette keurige dames, zoals ik, die dan op een praalwagen zaten en de PR deden voor het Corso. 3 maanden lang, heel serieus. Dat was echt serieus werk, langs de sponsoren op. Okay. Eerst de paal slaan van een nieuwe woonwijk, maar overal werd reclame gemaakt voor het fruitcorso. Mm-hmm. En veel op de nationale televisie. Absoluut. Toen had je nog alleen maar Nederland 1, 2 en later nog 3, maar ik kan me Veronica nog heugen met Nederland Muziekland. Ga zo maar door, je kon de televisie niet aanzetten. Maar moet één ding ook niet... Het fruitcorso zat er op de televisie. Ja. Landelijk. Dat niet alleen, maar je moet niet vergeten dat het een hobby is voor mensen. Mensen zijn er het hele jaar mee bezig. Dus net als dat iedereen, de ene gaat met de racefiets de weg op, de volgende zit op een sportclub en die is op volleybal. Dit zijn mensen die zijn het hele jaar bezig met fruitcorso. Dus dat moet niet vergeten worden. Behalve de PR voor de stad is het gewoon een hobby voor de mensen waar ze het hele jaar mee bezig zijn. En dat moeten we niet vergeten. En het is ook echt dat geld kost. Ja, natuurlijk, maar dat kost een normale club ook. Maar wie betaalt het dan, als ik vraag me? Nou, dat is een goede manier.
wat jij zegt. Ja. Dat kost een normale club ook. Mm-hmm. Een voetbalclub of een tennisvereniging kost ook geld. Ja, absoluut. Ja. En Fruitcorso mag daarom best ook wel wat budget hebben, naar mijn idee. Dat krijgen de gemeente Tiel staat volgens mij garant voor een bepaald bedrag. Maar daarnaast wordt alles met startgeld geregeld en de opbrengsten van zo'n weekend. Dus op zich vind ik het een hele goede doelstelling met elkaar. Ik ben deels met je eens hoor. Het moet professionaliseren. In ieder geval, het moet anders. Hoe? Daar heb ik ideetjes over, maar goed, dat is niet aan mij. Nee, maar het is te kort door de bocht om te zeggen, het is niet meer van deze tijd. Daar hoort het meest op. Ik ben een kritische vriend, dus ik vies hem er ook kritisch in. Het is zo van, als je dus een dergelijk evenement op termijn nog wil laten doorgaan, dan zul je vernieuwend moeten zijn. En dan is het niet van omdat de gemeente Tiel er dan geld in moet pompen. Nee, het is iets waarbij het bedrijfsleven moet gaan interesseren. Dat je zegt van we hebben vernieuwende dingen. Waar mensen van zeggen van hey, te gek, ik doe mee. Anders is het de dood in de pot. Hey, binnen nu en 10 jaar is het er gewoon niet meer. Maar het begint wel met... Dat zal men moeten... En plus dan ook dat je dus ook leest dat er steeds meer verenigingen zijn. Er zijn steeds minder vrijwilligers die er gewoon wat in zien om die praalwagens gewoon op te tuigen. Ik gooi er zomaar eentje in hoor. Die organisatie professionaliseren. Ja, nou dat is gewoon een echt harde noodzaak. Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, dat kan. Maar ik denk ook dat je uit moet kijken als je PR doet voor zo'n corso, dat je de doelgroep goed moet definiëren. En moderniseren vind ik altijd een moeilijk woord. Ik heb zoiets, we hebben dat al gehad. We hebben al DJ-wagens gehad in het verleden. En dat had geen succes. Het is voor toch gemiddeld dat oude publiek. Er stond geen naam meer van de buren op dat is die waar. Wagen. Dat is waar. Neem maar toevallig dat Rini dat erin gooit als een voorbeeld. Maar je moet gewoon kijken, heel breed kijken. Want vernieuwing wil niet zeggen dat je er dan een discussie van moet gaan maken. Ja. Daar kunnen ook heel andere dingen kunnen zijn. Nee, maar zelfs bijvoorbeeld als met presentatie. Hè. Ik zeg niet dat dat moet gebeuren. Maar vroeger hadden we Dick Paschier, Herman Emmink. Dat waren toen grote namen landelijk. Ja, dat scoorde precies. Dus. Ja. Heel raar. Geer en Goor, laat ze het corso presenteren. Ja. Heel iets anders. Ja. Ja, goed, dan maken ze er wel een show van. En dat is wel heel erg. Lachen, gieren, brullen. Trekt heel ander publiek. Heel ander publiek. En ik denk ook dat ze de laatste jaren wel ook met het Foodtruck Festival een goede slag geslagen hebben. Want dat vinden mensen toch ook prachtig. Jawel, maar ik zie dat los van het corso. Ja, dat is waar. Maar het is wel, het behoort tot het geheel. En nu is dichter bij de stad, vind ik ook al heel positief. Dat in de stad mensen lopen door, de winkels zijn open, het is een gezellige boel. Dus ik denk wel dat het heel positief gewerkt heeft. Oftewel, corso moet blijven. Nou, maar ik heb ook gelezen dat het dus straks mogelijk betaald moet gaan worden als men de wagens wil gaan zien. Dus dat de wagens dat niet was dus altijd zo, hè? Maar dat dus nu weer terugkomt. Dat is bij alle corso's zo. In heel Nederland wordt er betaald, waarom in Tiel niet? Nee, nou ja, maar dus dat is de vraag, als de gemeente daar geld bij moet gaan leggen, het een of het ander, is dat, houdt het dan op te bestaan als het betaald moet worden door mensen? Komen dat denk ik niet, want ieder bloemencorso wordt betaald. Tiel is het enige corso waar niet betaald wordt, behalve voor de tribune. Mm-hmm. Ik ben wel overtuigd als je gewoon heel consequent vraagt aan mensen een intree, dat men betaalt. Ja. En dat diegenen die dat niet willen, nou is goed, dan maar niet. Ja, mensen zien ook dat er iets heel moois neergezet wordt. Dus dat het betaald moet worden, vind ik heel logisch. Blijft het uniek natuurlijk. Ja. Maar goed, samengevat, professionaliseren, anders. Hoe? Nou, dat weten we hier aan tafel niet. Hoeven we gelukkig ook niet over na te denken. Nee, precies. Maar, wel, maar het moet wel blijven. Ja, moet absoluut blijven. Bent u mee eens, Jan? Ja, nee, ik bedoel, het is niet aan mij dat moet blijven. Dat is mijn vraag wat ik ervan vind. Dus je zult mij er niet zien, maar ik vind er wel iets van. Ja. Ja, nou helder. En dan is het nu tijd bij Tiel aan tafel voor De Tien. Met als gast Teus van Duin. Goedenavond. Welkom. Dank. Voor jou 10 vragen en dan gaan we. Tiel of Gorkum? Tiel. Politiek ja of nee? Ja. De Stones of de Beatles? De Stones. De Hennepen of Passewaaij? Passewaaij. Stadstoezicht of politie? Nee. Politie. Rutte of Krol? Krol. Korenbeursplein of Hetplein? Ja, Korenbeursplein. Ja. Waalkade of de parkeergarage? De parkeergarage. Mooiste plekje van Tiel? Mooiste plekje van Tiel. Ik wil het water altijd zien. Dus ik denk de dijk bij Bellevue op. En dan helemaal naar achter lopen. Ja, ik wilde vragen waarom, maar daar wandel je veel. Of? Ja, de honden uitlaten. Ik wil het water zien en de bootjes. Ja, Tiel aan de Waal. Mooi. Ja. Je mag nog op een van de vragen verder ingaan. Op een van de vragen? Het. Ja, dus welke vraag kies je daarvoor? Ja, ik denk wel de politiek.
Het is niet zozeer lokaal gericht dan, maar ik vind dat Rutte aan mijn centjes heeft gezeten. En dat moet hij niet doen. En dan klop je aan bij meneer Krol. En ik denk dat hij op de goede manier bezig is om de mensen die ja, toch redelijk aandeel hebben geleverd in de maatschappij, tot op heden, dat hij zich toch een beetje helpt. Iedereen heeft daar zijn steentje aan bijgedragen om straks ook een leuk pensioen te hebben. Ik moet nog 9 maanden wachten. En ik zie alleen maar dat mijn pensioen lager is dan dat ik ooit heb afgesproken met mijn pensioenverzekering. Maar nu je hier toch zit, 50PLUS partij, vertel. 50PLUS partij als lokale partij gaat niet door. Ik heb dat heel graag gewild. Ik heb me in het begin van dit jaar aangemeld bij het hoofdbestuur. Ik heb daarna contact gehad diverse keren met het regionale bestuur van de 50PLUS partij. En er zijn een paar zaken waarop het van de 50PLUS partij geen doorgang kan vinden. Een van de redenen is dat het hoofdbestuur vorig jaar besloten heeft, of eigenlijk de hele partij, besloten heeft om ongeveer 15 partijen, 15 plaatsen als 50PLUS partij aan te wijzen. Dat betekent net 1 per provincie. Misschien dat het er wel 20 kunnen worden. Die ruimte hebben ze zichzelf gegeven. Apeldoorn doet in Gelderland mee. Volgens mij Arnhem. En mogelijk ook Nijmegen of andersom die laatste twee. Ik had ons opgegeven voor Tiel als centrumgemeente. Was ook een prima idee altijd geweest. We zijn daar echt heel ver mee gekomen met de regionale afdeling. Toch heeft het hoofdbestuur besloten om 2, maximaal 3 steden aan te wijzen waar de lokale 50PLUS partij zich kan manifesteren. Dat is 1. Daarmee ben je eigenlijk al uit het veld, zeg maar. Een ander probleem, of wat men als zag dat niet erg positief was, was het feit dat wij geen van allen in onze groep politieke ervaring hadden. Hm. Ja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Ja. En wat zou, als het gebeurd was, hè, dat het doorgegaan was, wat zou de toegevoegde waarde zijn geweest van 55PLUS voor Tiel? Wat mis je hier? Nou, met name de toetreding in 2015 van de wet WMO die tot stand gekomen is, of die eigenlijk van de landelijke overheid naar de lokale overheid gegaan is, waar ontzettend veel nog misgaat. Dat is 1. En daarbij zijn, wij hebben wel wat visies, daar wil ik later heel graag op terugkomen. Maar we hebben wel wat visies, met name over woningbouw met ouderen. Want ja, als die zorg zich steeds verder gaat inkrimpen, dan moet je aan de woningbouw ook wat doen. Want iedere rollator moet op een gegeven moment naar binnen of iedere scootmobiel. Ja. En dat kan niet in tegenwoordige woningen. Okay. Betekent ook dat we de zorg uit moeten gaan breiden. De mantelzorg uit moeten gaan breiden. Betekent dat we samenstellingen moeten gaan maken van verschillende leeftijdsgroeperingen, gezinnen, jonge gezinnen, oudere gezinnen, alleenstaanden, die een beetje op elkaar gaan passen. We gaan eigenlijk 100 jaar terug in de tijd, want toen was dat heel gewoon. En we zijn dat niet meer gewoon, want iedereen in een gewoon gezin heb je amper nog tijd voor je eigen kinderen. Sleutelkinderen noemen ze dat tegenwoordig. Nou, die tijd, die gaan we straks allemaal weer kwijtraken. Want we moeten allemaal een beetje voor elkaar zorgen. Ja. Dus we gaan weer naar een sociale maatschappij. Nou, dat is een mooie beweegreden. Ja. Dankjewel. Ja. Tiel aan tafel. Dit was weer een aflevering van Tiel aan tafel. Tot volgende week.